Ik ben Mustafa en ik doe de opleiding luchtvaartdienstverlener. Ik wil later als allround medewerker op de luchthaven werken. Mensen helpen, met mensen in contact komen van allerlei culturen. Want ze komen hier meer, mensen komen hier tegen van andere culturen, van andere landen. En met hun praten, hun helpen. En de sfeer eromheen in de luchthaven bevalt mij goed. Ja, dit is een nieuwe opleiding. Voorheen werd de opleiding alleen op school gegeven en sinds dit jaar wordt de les ook op Eindhoven Airport gegeven. Ja, dat is wel voordeel, want dan maak je eigenlijk kennis met de luchthaven, Eindhoven Airport. Je maakt ook kennis met het beroep. Voor later als je hier wilt werken, kun je eigenlijk zien hoe het hier aan toe gaat. Vroeger werd je opgeleid meer voor één richting. Voor bijvoorbeeld bij boarden, bij de gate, bij de security, bij de incheckproces. Maar nu proberen ze eigenlijk al de werkzaamheden jou op te leiden. Vandaar dat je eigenlijk een allround medewerker kan worden. Goedemiddag. En zo hebben ze eigenlijk zo'n WAVE-concept, noemen ze bij Vivo, hebben ze bedacht. Dat je als allround medewerker met zo'n doordrijfsysteem kan werken. Dus als ze daar niet nodig hebben, kun je bij de borden staan of bij de gate staan. En als je later gaat solliciteren op de luchthaven, dan heb je eigenlijk al de werkzaamheden al gehad. Dan hebben wij profijt daarvan, ook Vigo en ook Eindhoven Airport. Er zit meer variatie op de werkvloer in plaats van als je de hele dag hetzelfde werkzaamheden moest doen. Ja, dan wordt het misschien saai. Juffrouw, kunt u me even laten zien hoe dat moet? Dit afhalen, dit naar beneden trekken en dan dit zo tegen elkaar aantrekken. Dus zo tegen elkaar aanpakken. Ja. Zo? Ja, zo is het goed. Ja. Zo? Met een opleiding zie ik. Ja, ik ben op opleiding, dus ik moet het is ook voor mij allemaal een beetje nieuw, maar ik doe mijn best. Ik had hem hartstikke goed, dank je wel. Eindhoven Airport groeit, als je het gaat vergelijken met 2001 tot heden. Ze begonnen met 300.000 passagiers en nu is het naar 3,2 miljoen passagiers gegaan. Dus de groei is enorm. En ook qua medewerkers. Ze begonnen met 30 medewerkers en nu is het 300 medewerkers geworden. Dus daar zit ook de groeiende baanmogelijkheden. Een nieuwe uitdaging voor in de toekomst is begeleiden van bijzondere passagiers. Want daar zit ook de groei in. Want vanwege de vergrijzing hier in Nederland komen heel veel mensen in rolstoelen terecht. Of slechte been zijn ze. En ja, dan moet die mensen toch geholpen worden. Baangarantie heb je nooit tegenwoordig. Dus het is maar kijken hoe het eraan toe gaat. Maar als je als allround medewerker wordt opgeleid en je hebt je studie afgerond en je hebt hier ook al stage gelopen, ja, dan er is wel mogelijkheid voor jou later op Eindhoven Airport.